Er is al vaker opgemerkt dat schrijftaal en spreektaal in onze moderne tijd steeds dichter bij elkaar komen. Dat ze in elkaar overvloeien en dat sociale media daarbij een belangrijke rol spelen. En meestal gaat de aandacht daarbij naar schrijftaal die steeds meer op spreektaal gaat lijken. Dat mensen sneller gaan schrijven, dat ze meer afkortingen gebruiken, dat ze meer informele constructies gaan gebruiken, zoals ze die vroeger alleen maar kenden uit de spreektaal. Omdat spreektaal altijd voorkomen spontaan was, het kon gewoon uit je mond vloeien, je kon dat niet meer achteraf even editen. En schrijftaal, daar kon je over nadenken en je kon dat achteraf je zinnen nog veranderen. Dat was dus verzorgder. Nou, dat is dus kennelijk een beetje veranderd. Waarom? Omdat je nu zo snel kunt typen. Je kunt sms'en, twitteren, chatten. Al die media meer kon je razendsnel, moet je razendsnel en ook weer zonder te editen je uitdrukken. Maar nu, er is ook het omgekeerde aan de gang. Daar hoor je veel minder over. Is misschien ook iets recenter. Maar op al die YouTube-filmpjes die je hier allemaal om je heen kunt zien. We zijn hier op YouTube. Al die filmpjes hier om je heen die je kunt zien. Nou, niet in al die filmpjes, maar in een heleboel van die filmpjes wordt geëdit. Je ziet de hele tijd allemaal knipjes. Hè? Mensen snijden in hun zinnen. Ze halen utjes eruit. Ze halen tussenzinnen eruit. Ze halen dingen eruit die ze eigenlijk toch niet gezegd hadden willen hebben. Ze verplaatsen misschien zinnen van de ene plek naar de andere. Ze redigeren met andere woorden hun spreektaal. En dus krijg je een soort spreektaal die in ieder geval in dat opzicht lijkt op schrijftaal. Je krijgt juist heel eenvoudig geredigeerde schrijftaal. Had je vroeger natuurlijk ook wel op de televisie, waar journalisten dat professioneel deden, maar dat wordt nu opeens iets van de massa's. Zo'n filmpje als dit kunnen jullie ook makkelijk maken. Dat knippen en snijden, dat redigeren ziet er heel ingewikkeld uit, maar is ook niet zo ingewikkeld. En dan zijn er nog de voetnoten. Je kunt zelfs spreken met voetnoten. Bijvoorbeeld ook weer in YouTube filmpjes kun je dingen toevoegen. Bijvoorbeeld dit heb ik nu toegevoegd. Hier zo, linksboven. Dat heb ik toegevoegd, bevat extra informatie. Is dus een soort voetnoot. Ik kan dus praten met voetnoten. En dan nog iets. Het blijkt dat ook het bekijken van zo'n filmpje, het luisteren naar spreektaal, in sommige opzichten meer gaat lijken op het lezen van schrijftaal. Je kunt makkelijker even iets scannen. YouTube filmpje kun je, als je wil, twee keer zo snel afspelen. Je kunt hem trouwens ook twee keer zo langzaam afspelen. Je kunt met andere woorden bijvoorbeeld naar mij of naar een van de andere mensen op YouTube luisteren in min of meer je eigen tempo. Net zoals je iemand of kunt lezen in je eigen tempo. Dus ook het kijken naar van die filmpjes, het luisteren naar spreektaal, wordt daarmee steeds meer zoiets als het lezen van schrijftaal. Dus terwijl aan de ene kant die ontwikkeling vast doorgaat, van schrijftaal die steeds meer wordt zoals spreektaal, zo wordt aan de andere kant, in ieder geval op internet, spreektaal ook steeds meer als schrijftaal.